Yo! Nou mensen, zien jullie een verschil hier? Denk het wel, hè? Er is heel wat afgezaagd qua klimop. Want het werd helemaal dicht begroeid. Dus ja, het is weer lekker kaal. Je kan het weer opnieuw gaan groeien. Nou, het ziet er wel mooi uit. Of niet? Ziet er wel best nettiger uit dan het eerst was. Maar mensen, het groeit gewoon weer lekker aan. En het kuikentje blijkt dus gewoon echt een haantje te zijn. Want het begint lellen te krijgen. De kam begint al echt heel rood te worden. En ja, die lellen zijn groter dan het andere kuikentje. Want het ene kuikentje is een hennetje. En die heeft ook al lellen, maar die zijn best wel klein. En die van het haantje, die zijn al echt heel groot. Dus ja, misschien weten we wel dat de Korsjeen Krielhaan niet zo hard kraaien. Dus misschien... Misschien zit er een optie dat we hem houden, maar ja, het kan ook zomaar zijn dat hij weggaat, maar dat weet je niet. Ja. Maar voor nu laten we het gewoon bij de kuikens, maar eigenlijk zijn jullie hier niet voor gekomen om een beetje bij de kippen te kijken. En kijken hoe het met de kuikens gaat. En laten zien dat het is afgesnoeid. Ja, dat heb ik trouwens al gezegd. Maar mensen, ik ga jullie een tour door mijn nieuwe kamer. Want mijn kamer heb ik weer een beetje opgepimpt. Dus ik geef jullie een tour door mijn kamer. Oftewel de kamer tour. Oké, lastkippels. Ik ga je verlaten. Doei lastkippels. Doei kippen. Oké, daar gaan we. Zo, kijk eens. Mijn naam staat er ook goed op, zoals jullie zien. Dus dit is mijn kamer. En ik ga de deur open doen. Daar gaat hij. Zo. Nou mensen, we zijn dus in mijn kamer. En jullie kunnen het een en ander aan verandering natuurlijk al zien. Dus mensen, ik ga beginnen met de tour. Om te beginnen we bij het bed. Dit is een eenpersoonsbed, kijk eens aan. En dit herinneren jullie nog van de andere kamertour. Dus ja, dat hangt er nog. Maar voor de rest, ja, nachtkastje staat er ook nog gewoon met boeken. Kijk eens. Ja, boeken, wekker, lamp. Afstandsbediening voor deze lamp. Dus ja, dit is nog een beetje hetzelfde. Ja, die lamp die stond er natuurlijk ook al. Maar die foto's zijn wel helemaal veranderd. En het bed was gewoon al hetzelfde, maar ik denk dat ik een keer een ander bed ga kopen, want dit bed begint best wel krap te worden voor mij. Ik kan er nog maar net in, dus voor nu slaap ik gewoon in dit bed. En dan hebben we hier direct een kast. En op die kast staat de box. Ja, die box die hebben jullie ook al gezien in de andere kamertour. En nog een ouderwets dvd-speler. Of ja, hier moet de dvd in. Voor de tv die hier hangt. Kijk eens aan, ik heb ook nog een tv, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. En hier liggen allemaal kabels. Deze kabel die loopt naar mijn nachtkastje, aangezien ik hier geen wekker heb. Of ja, wekker waar zeg ik nou, geen stopcontact heb. Dus dat is kei irritant. Dus ik heb hier gewoon een kabel naartoe geleid. En dat is gewoon top. Nou,
Voor de rest, ja, hier liggen allemaal kabels. En hier ligt ook nog plakspul. Want ik had ooit geprobeerd om die kabels hier op te krijgen, maar dat lukte niet. Maar hier zie je nog wel best goed dat hij nog wel een beetje op de plek zit. Maar hij is best wel los gegaan. Want dat spul plakt niet echt meer. Maar in ieder geval, dit is de kast. En hier staan allemaal foto's van Ties en van mij zelf ook nog. En Area 51. Ja, oké. Okay. Oh, dit is inmiddels wel losgegaan. Dat is niet de bedoeling. Maar zoals jullie dus zien, dit is van Area 51. Toen ik dit maakte, was dat precies een jaar geleden. Maar nu is het al meer dan een jaar geleden, dus gaan we weer terug, ja. Nou, hier hangen dus allemaal foto's van Ties en DVD-speler, tv, box en de kast. Waar ja, van allerlei teringzooi in ligt, wat ik nog uit moet zoeken. En ja, dit is dus dit hele gedeelte. Ja, dit is best wel, ja, hier is niet heel veel veranderd, ja, behalve dan de foto's, want het is wel allemaal veranderd. En het dekbed is natuurlijk ook veranderd, want dit dekbed lag er natuurlijk niet, hè. Het was een ander dekbed, maar ja. Hier is het natuurlijk het nachtkastje met een la die ik zelf heb gemaakt. Ja, ik ben best wel een goede knutselaar. En hier liggen allerlei Simpsons spullen en ook nog een boek. Ja, dus hier ligt ook van alles in. Maar mensen, dit is dus het eerste gedeelte. Hier is natuurlijk niet heel veel veranderd. Want ja, alles, het bed staat nog wel op zijn plekje. En dat ding daarachter, kan moeilijk wijzen. Dat ding daarachter, dat hangt er ook nog. Maar voor de rest, ja, het schilderij hangt er ook nog. Alleen er zitten andere foto's in. Maar voor de rest, ja, foto's zijn alleen veranderd. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon nog hetzelfde. TV die hangt er. Ik heb ook nog een airco, ja, je ziet het. Maar mensen, nu gaan we over naar het gedeelte die wel best wel erg veranderd is. Ja, dit valt eigenlijk nog wel mee. Ja, dit valt nog echt best wel mee. Maar nu gaan we naar het gedeelte waar ik die heel erg veranderd is. En waar ik laatst ook nog aan gewerkt heb. Dus we gaan nu naar het andere gedeelte. Nou mensen, we beginnen bij de setup. Kijk eens aan, mooie setup met een PC, twee beeldschermen, een toetsenbord en een muis met een muismatje van een van mijn neven. Dus dit hebben jullie natuurlijk ook al gezien. Maar het is best wel vet dat ik een setup heb. Want ik had eerst hier gewoon een laptop staan met een beeldscherm en een toetsenbord. En dat was het. En natuurlijk ook nog een muis. Maar, kijk eens. Dit gebruikte ik voor gamevideo's. Zet ik hier zeg maar de telefoon neer en dan kon ik gewoon filmen, maar dat vind ik eigenlijk een beetje, dat wil ik eigenlijk niet meer, want ja, dus de komende tijd komen er zeg maar geen gamevideo's, want ik wil heel graag Cities Skylines spelen in het beeldscherm. Jullie snappen het misschien wel. Dus komende tijd helaas geen gamevideo's. Komen misschien wel in de toekomst als ik er meer van af weet hoe ik moet editen op de computer. Maar voor nu is het gewoon even geen gamevideo's. Maar kijk eens aan. Mooie PC. Het is best wel duur ook. En ik ga jullie het ding even aanzetten. Dat blijft altijd vet, die PC. Daar gaat hij, hè? Zo, kijk eens. Ja, dan gaat de computer natuurlijk aan. Ja. Maar kijk eens aan. Mooie PC met LED-strips voor deze kleur, maar ik zet hem weer uit. Zo moet je hem uitzetten. Als het goed is. Ja, ik kan natuurlijk ook gewoon die knop hier, daar gaat hij, zo. Dus vette PC, twee beeldschermen en een toetsenbord en een muis. En een stoel waar ik natuurlijk kan zitten. Ja, ik wil ook graag een gaming stoel. Maar die heb ik op dit moment, dus ik moet het gewoon doen met deze stoel. En voor de rest hier hangt een spiegel met foto's die hier veranderd zijn. Ik verander best wel, ik heb best wel veel veranderd. En met de vorige zag er heel anders uit.
de vorige kamertour. Toen hingen er allemaal Simpsons. Nu hangen er allemaal andere foto's. Maar ja. Mooie setup zou ik zeggen. Met een... geen draadloze muis zoals jullie zien. Kijk eens. Dan hoef ik niet te klooien met batterijen. Want daar kan ik soms best wel... en ik zet hem ook heel vaak... ik heb op mijn schoollaptop natuurlijk een draadloze muis. Maar die vergeet ik heel vaak om uit te zetten. En dat is een slechte gewoonte van mij. Maar in ieder geval mensen, dit is dus de dikke PC. Ja, heel, heel mooi. En mensen, dan gaan we nu over naar het gedeelte waar ik de laatste tijd veel veranderd heb. Dus daar komt ie. Kijk eens aan mensen. Ik heb mijn achtergrond veranderd. Als ik dus zeg maar hier zo zit te gamen. Als er game video's komen, dan zien jullie waarschijnlijk deze achtergrond. Maar voorlopig nog geen game video's. Maar kijk eens aan mensen. Hoe dik dit is geworden. Echt. Ja, soms kan ik even niet op mijn woorden komen. Maar echt. Zo. Ik heb dus de kasten verplaatst, zoals jullie natuurlijk zien. En hierachter is eigenlijk nog gewoon een raam. Dus daar stond gewoon de hele tijd. Die klerenkast van mij stond er de hele tijd tegenaan. Ja, het zag er best wel raar uit. Dus ik heb hem gewoon hier neergezet. En het ziet er echt super dik uit. Ik zal jullie even beter beeld laten zien. Zo, praten wordt moeilijk tegenwoordig. Zo, kijk eens aan. En kijk die ledstrips dan. Zo, kijk dit. Ja, dit is echt heel vet hoor. Hier heb ik wel echt mijn best voor gedaan. Dit is echt het gedeelte wat gewoon het meest veranderd is. Als je kijkt naar mijn bed, ja, die is gewoon nog hetzelfde. Alleen andere foto's. Maar voor de rest, ja, dit is gewoon heel erg veranderd. Die klerenkast stond gewoon voor dat raam. Dat zag er heel raar uit. En die twee kasten stonden zeg maar hier. Dus ik heb zeg maar alles verplaatst. Het ziet er best wel vet uit. En daar nog een eenzame foto. Maar kijk eens aan mensen. Dit ziet er nog eens dik uit hoor. En mensen, ik heb daarom ook beelden geknald. Dat ik dit zeg maar heb omgetoverd. Dus ik heb de meubels verplaatst en zo. En die ledstrips en zo opgehangen. Dus ik laat jullie nou even die beelden zien. Dat ik dit helemaal veranderd heb. Ledstrips ophangen. Wow. Zo. Wow. Kijk eens. Dit is nog eens vet, mensen. Nu nog wat dingen ophangen.
Wow! Zo, ja, het is wel echt vet geworden. Ik ben best wel, ik vind best wel vet dat het gewoon zo is geworden. Die ledstrips waren best wel duur, maar voor de rest, kijk eens. Dit is het gewoon geworden. Ja, het ziet er echt een stuk sicker uit dan hoe het eerst was, maar... Kijk eens aan, ik zal jullie even beter beeld laten zien van alles. Ja, die kasten zijn gewoon nog hetzelfde. Die hangen zelfs nog gewoon dezelfde foto's, maar voor de rest, kijk. Het is heel vet geworden. En ik zal jullie even alles laten zien van dit gedeelte, want... het ziet er echt super vet uit. Nou, we gaan even hier naartoe. En ja, het schilderij die stond eerst op die ene kast, maar die hangt nou gewoon daar. En dat is gewoon nog helemaal hetzelfde, maar dit was er allemaal niet. En jullie zien hier allemaal foto's van Ties. Ja, allemaal foto's van Ties. Ja, hier staat ook gewoon nog Ties. Ja, mooi gemaakt. En hier staan de duct tape boten van Ties. Ja, de eerste, tweede, derde. Misschien weten jullie dat al. Ja, voor de mensen die heel veel van Ties weten, weet dat sowieso. En nu is hij dit bootje aan het maken. Een slagschip. Maar mensen, kijk eens aan. Allemaal foto's van Ties. En hier ook. Dat is meer dan wat er zeg maar daar zit. Want eerst was dat gedeelte vol met Ties. Maar nu heb ik dit hele gedeelte gewoon volgeplakt met Ties. En dat was best wel veel werk, zoals jullie in die beelden zagen. Ik heb gewoon kneedgum, of dit spul, heb ik gewoon van elke foto af moeten plakken om dat überhaupt hier op te kunnen hangen, want er was geen kneedgum meer. En op sommige foto's zat best wel veel. Dus ik heb dus gewoon kneedgum van die foto's afgepakt en hier dus gedaan. En kijk eens wat het geworden is. Ja, hier Ties en BMW. Nog meer Ties en BMW. Ja, heel veel dingen van Ties. Natuurlijk, ik ben grote Ties-fan. Misschien weten jullie dat ook wel, maar ja. En hier ligt een afstandsbediening. En hier kan ik dus bepalen wat er voor soort dingen zitten. Ik gebruik hem niet echt. Want het is best wel een geklooi als het gaat om drukken. Vaak druk ik en dan gebeurt er niks. Maar komt dat niet goed recht? En waarschijnlijk is dit het geval ook niet. Nee. Dus ik gebruik die afstandsbediening eigenlijk niet. Ik laat het gewoon bij dit, want dit, dat vind ik wel het mooiste. Dat zo die, het ziet er heel kermisachtig uit voor mijn gevoel. Ja, het ziet er best wel, ik ben echt heel erg tevreden met wat ik nou gemaakt heb. Dit ziet er nog echt 10 keer beter uit dan hoe het eerst was. Nou, en voor de rest, in deze kasten, die heb ik allemaal leeggehaald. Want ik heb laatst echt, super veel spullen weggegooid. Want er was heel veel speelgoed en allemaal propjes en weet ik het allemaal wat. En die heb ik dus gewoon allemaal weggegooid. Want ik denk, heet het van, ik doe er helemaal niks mee. En dus ik heb heel wat spulletjes gewoon weggegooid. Want ik wil mijn kamer gewoon een beetje mooier maken, netter gaan maken. En dat is dus ook het geval. Dus bijna alle schappen van die kasten zijn gewoon leeg. Ik zou het jullie even laten zien. Nou, de onderste la. Hier zit toch wat schoolspullen in. Ja, sommige dingen zitten nog wat spullen. Zoals deze kast. Ja, kijk dit. Er liggen alleen maar papieren. En hier een stokcontact. Kijk, een stokcontact. Die kapot was. Dat heeft te maken met... van de PC. Want die stokcontact was ineens... was hij kapot. En toen heb ik dus gewoon een nieuwe gehaald. En nu, ligt de andere gewoon, waar lag die al hier? Ja, nu ligt die andere gewoon hier, want kijk. Is kapot, daar heb je niks aan. Maar hier liggen knuffels. Ja, hier ligt ook nog wat spul wat misschien nog weg moet. En hier liggen allemaal boeken. Ja, ik heb super veel boeken. Ja, hier ligt ook van allerlei boeken. Dus er ligt heel wat. En hier ligt niet echt heel veel. Het is ook best wel leeg. Mooi picobello. Nou mensen, ik ben best wel tevreden met hoe deze achtergrond er nou gewoon echt uitziet. Het is echt 10 keer beter dan dat het eigenlijk gewoon was.
Gewoon, ja, het ziet er gewoon super vet uit. Ties, Christmas Chronicles, alles door elkaar heen. En dat is natuurlijk best wel vet. Dingen door elkaar heen. Want eerst had ik dus eerst Simpsons. En nu ook gewoon alles door elkaar heen. En dat is best wel, ja, vet. En ja, de klerenkasten, dus, oh. Ja, daar zit ook nog van allerlei spullen in, kijk eens. Dus, ja, ik, ja, hier, deze is ook best wel leeg volgens mij. Ja, nu gaat die deur. Ja, ik heb dus best wel, ja, best wel wat spullen in deze kast. Zo, kijk eens, hier liggen al mijn winterkleding, mijn zomerkleding. En hierboven ligt helemaal niks. Er zaten eerst een paar oude boeken, maar die hebben we waarschijnlijk weggegooid. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, in deze lades ligt, ja, hier liggen onderbroeken, hemden, sokken, noem maar op. En hieronder liggen allemaal andere spullen. Wat gewoon, waar, ja, wat niet boeit. Maar in ieder geval, kijk dan! Die achtergrond. Ik ben er zo erg tevreden mee met hoe het geworden is. Die LED-strips maken het wel echt gewoon vet. Als je zo kijkt. Ik heb dus nu twee disco dingen. LED-strips. En mijn disco lamp. Maar die had ik namelijk al. En ik heb dit er gewoon lekker bij gekocht. En ja. Die wordt via hier gedaan. Want die achter zit een stopcontact. Maar die is weg. Dus er zit helemaal geen stopcontact. Of ja, er zit wel een stopcontact. Maar het... ja, het gedeelte wat hierin ligt, dat zit er niet overheen, want eigenlijk, ja, deze stopcontacten komen zeg maar daar vandaan. En degene die, of ja, de stopcontacten die daar zit, ja, ik heb eigenlijk een beetje gelogen tegen jullie, maar ik deed niet met opzet. Dus ja, ik was even vergeten, dus die stopcontact komt zeg maar hier vandaan, dus dat moet eigenlijk nog wel gefixt worden. Dat hier ook een stopcontact zit, want nu is hij gewoon open en bloot. En nu heb ik het tijdelijk gewoon via een verlengkabel dus gewoon daar naartoe gedaan. Maar dat is gewoon even tijdelijk, maar kijk eens aan. Deze achtergrond is best echt heel vet hoor. Ja, dit is echt het puntje, of ja, het kerstje op de taart, wat mijn hele kamer gewoon volledig heeft afgemaakt, zeg maar. Nu ziet de kamer er echt wel 10 keer beter uit. Ja, dit is gewoon normaal. Ja, dit is gewoon nog allemaal hetzelfde. Ja, de schilderij is wel veranderd. Alle foto's zijn veranderd. Bed. Ja, bedovertrek is anders. Maar dat is gewoon helemaal veranderd, die achtergrond. En ik vind het echt super vet. Maar ja, mensen. Ik kan natuurlijk wel echt 10.000 keer gaan zeggen van... ik vind het vet. Maar ik denk dat je het langzamerhand wel gehad hebben. Ja, ik snap het wel. Ja. Nou mensen, echt heel vet dat mijn kamer er nu tot nu toe echt zo vet uitziet. Dit is toch wel echt vet hoor. Ik ben er echt enorm tevreden mee. Dat zien jullie aan mijn blik. En ja... het ziet er nou iets mooier uit, want die kast stond eerst tegen dit raam aan. En nu heb ik ook meer licht. Moet je opletten wat dit allemaal toevoegt. Kijk eens. Dit is gewoon meer licht. Ja, het ziet er wel echt vet uit, want hier stond eerst een kast voor. En toen heb ik die rollei never nooit open gedaan. En nu, dit is denk ik al de 5e keer dat die open is. Maar echt vet hoor. Echt vet. Ja, sorry mensen, dat ik al 10.000 keer vet zeg, maar ik ga het waarschijnlijk 10.000 keer zeggen. Ik ben echt, ja, ik ben echt heel blij met hoe deze kant van de muur is uitgepakt.
als er misschien gamevideo's komen. Ik weet eigenlijk helemaal, ja... Tot nu toe komen ze eigenlijk niet, want ik wil gewoon hele mooie gamevideo's hebben. Dat snappen jullie misschien wel. Maar mensen, ja... Tot nu toe ziet het er best wel vet uit eigenlijk. Kijk die achterkant. Kijk deze achtergrond dan, mensen. Hoe ziek dit eruit ziet. Even serieus, mensen. Ik heb hier echt superveel tijd ingestoken. Dus een like zou ik wel waarderen. En een subje eigenlijk ook. Dus ja, like, sub hier alsjeblieft beneden. Op die rode knop. En ja, het ziet er echt heel vet uit door die achtergrond. Ik kan er uren naar blijven kijken. Maar mensen, ik ga je bij de video afsluiten. Ik zei net al, ik zeg het nu weer. Like, sub hier beneden. En dan zie je mij later. Doei!